Hoi allemaal! Een tijdje geleden deed ik een Q&A en een van de vragen was een buyer's guide voor mannen voor hun vriendin. Dus wat kan je kopen voor je vriendinnetje? En het leek me wel leuk om dat te koppelen aan de feestdagen. Bijvoorbeeld kerst, Sinterklaas is volgens mij net geweest als deze video online komt. Maar, of misschien komt het nog net. Nou, in ieder geval, het is voor rond de feestdagen. Leek het me leuk om dat te doen, want ik vond het een superleuke vraag. Ik ga er ook eentje maken voor andersom, wat je als vrouw voor je vriend kan kopen, of je broertje, of wat dan ook. En dit wordt voor je vriendin, of je zus, dit wordt voor mannen voor hun vriendin, of hun zus, of nou, misschien zelfs wel moeder. Het zijn voor vrouwen denk ik redelijk open deuren, maar voor mannen is het al toch weer een raadsel wat ze ons kunnen geven. Dus ik laat een aantal dingen zien die ik in ieder geval heel leuk zou vinden om te krijgen. Andersom ga ik natuurlijk ook een beetje aan Sven vragen wat hij als man graag zou willen hebben. Zodat ik daar in de volgende video ook een beetje handig, want ja, ik kan wel zeggen wat mannen willen, maar mannen kunnen het nog beter zelf zeggen. Laten we beginnen. Ik heb een aantal wat goedkopere dingen, een aantal wat duurdere dingen. Laten we gewoon maar beginnen met iets waar volgens mij de meeste vrouwen heel blij mee zijn, maar je moet wel een beetje een gevoel hebben van de smaak van diegene, en dat is een sjaal. Ik vind sjaals echt heerlijk en volgens mij velen met mij. En je kunt een hele lekkere dikke warme doen of een eentje die je ook gewoon zeg maar overdag gewoon zonder jas zeg maar aan kan. Maar ik zou persoonlijk altijd gaan voor een lekkere dikke warme. Deze is van de Zara. Dit is echt een enorme lap sjaal. Dat gaat maar door zo. En lekker breed ook. En ik draag dit super vaak. En dit is een kleur die ik heel mooi vind. Die bij heel veel dingen staat. Maar denk aan degene aan wie je het wil geven. En wat daarbij zou passen. Maar qua winkels vind ik dus bij de Zara hebben ze altijd hele mooie. Bij de Bijenkorf vind ik dat ze vaak mooie sjaals hebben. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon naar de H&M gaan. Of iets wat bij jou in de buurt zit. Maar een sjaal is gewoon een fijne. En dan heb je, deze was geloof ik rond de 20 of 30 euro. Je hebt ze natuurlijk ook nog goedkoper en duurder. Pieces is trouwens ook een winkel waar je veel sjaals hebt. Maar een sjaal is echt een hele fijne. Een wat simpeler cadeau. Maar waar ik ook vaak als ik het niet weet. Of ik vind het zeg maar bijvoorbeeld iemand tijd nodig heeft om te relaxen. Of whatever. Kom ik vaak aan met rituals. Rituals vind ik heel fijn spul hebben. En het voelt gewoon echt een beetje als verwennerij. Het is iets wat ik in ieder geval niet heel vaak voor mezelf koop. Maar wel heel fijn vind om te krijgen. Dit zijn toevallig twee van de White Lotus Green Tea lijn. Ik vind persoonlijk de donkergroene lijn het lekkerst. Maar deze, dit is een Calming Bed & Body Mist. En deze spreek ik altijd 's avonds op mijn kussen. Dat vind ik echt heerlijk. Dit is Yin, de Organic White Lotus en Yi Yi Ren. En dit kan je dus op je lichaam sprayen voor het slapen gaan of op je kussen. En dit is gewoon echt zo'n luxe product. Zelf zou je het niet snel kopen, maar ik word er wel heel blij van. Deze heb ik ook zelf ooit een keer cadeau gekregen. Dit is altijd goed en ruik gewoon welke geur dan bij diegene zou passen. Ik vind de groene dus altijd heel fijn. De witte is vrij neutraal, daar kunnen volgens mij de meeste mensen wel mee door een deur, zeg maar ook deze. Volgens mij is de verpakking inmiddels vernieuwd. Maar dit is zo'n foaming shower gel. En dit is gewoon heerlijk. En je hebt ook gewoon van die cadeau pakketjes. Als je denkt van ik twijfel. De scrubs zijn heel lekker. De handscrub vind ik heel fijn. Dus weet je, bij rituals kun je altijd wel slagen. En ook leuk bijvoorbeeld voor moeders, zussen, vriendinnetje. Rituals is volgens mij gewoon altijd goed. De goedkoopste optie, maar die je ook vrij duur kan maken. En dat is de geurkaars. Ik heb deze al vrij veel gebruikt. Deze is van de IKEA. Maar je hebt geurkaars ook in prachtige verpakkingen. IKEA is niet per se dat ik nou denk, die zou ik nou aanraden als een cadeautje. Hebben ze bijvoorbeeld ook bij Rituals hebben ze hele lekkere. Maar goed, je kunt ook gewoon naar de HEMA gaan. Daar hebben ze ook geurkaarsen. Volgens mij hebben ze zelfs bij Kruidvat. Weet je, geurkaarsen, vrouwen houden van kaarsen. Het is gewoon een beetje een romantische sfeer. Je kan hier ook niet echt mee de mist in gaan. Als iemand het niks vindt, dan brand je hem op en is het klaar. Maar deze kun je bijvoorbeeld het glas nog een keer van hergebruiken.
Dan een boek. En dat hangt natuurlijk heel erg af van de vrouw. Ik vind literaire thrillers bijvoorbeeld altijd heel leuk. Dus daar zou je me al blij mee maken. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel dingen. Kun je ook als e-book doen. Dus ik zou wel iets doen wat leuks om ook echt doorheen te bladeren. Dus of een koffietafelboek. Of een kookboek als diegene van koken houdt. Of deze vind ik heel leuk. Dit is Balancing in Heels van Kristen Cavallari. En zij was ooit van de Heels. En nou, ik heb al vaker over dit boek verteld. Maar goed, als er mannen kijken, die weten dat niet. Maar zeker voor als jullie samen bijvoorbeeld een kindje hebben. Dit is heel leuk voor vrouwen die combineren moederschap met vrouw zijn. En vrouw van zijn. En gewoon zichzelf zeg maar zijn. Dus ja, vind ik ook echt een hele leuke aanrader. Maar kijk, een boek. Ik zou sowieso bij alles zeggen, bewaar het bonnetje. Maar met een boek zit je ook vaak wel goed. Als je een beetje die persoon kan inschatten. Maar dit vind ik zelf een hele leuke. En alle beauty lovers kun je zeker blij maken met dit palet. Dit is het nieuwste palet van Urban Decay. Het Naked Ultimate Basics palet. En ja, weet je, persoonlijk stond dit al heel lang op mijn verlanglijstje. Als man denk je, wat moet de mens hiermee? Maar als vrouw ben je hier heel blij mee. Maar dit is echt iets voor de ultieme beauty lovers. Het is niet goedkoop. Dus het is niet iets wat je gewoon even aan je vriendin geeft terwijl ze zich eigenlijk nooit opmaakt. Dat zou een beetje zonde zijn, maar meisjes zoals ik maak er heel erg blij mee. En het is weer eens wat anders, want hoe vaak geef je als man nou make-up? En het ziet er ook nog eens prachtig uit. Dan wat ik altijd leuk vind om te krijgen, maar wat echt wat duurder is en wat ik ook niet zo snel zomaar aan iemand zou geven. Dat zijn sowieso de laatste twee cadeautjes. Zou ik wel echt aan je vriendinnetje geven als je echt een beetje gevoel ook hebt van haar smaak. Maar dat is een horloge. Dit is een horloge van Cluze. En dat vind ik zelf een heel mooi horloge. Maar je hebt natuurlijk ook goedkopere merken. En ik was even aan het stikken ondertussen. Maar een horloge is gewoon heel mooi. Ik heb ook Sven ooit een horloge gegeven en die draagt hij nog steeds heel graag. Ja, weet je, het kost wat meer tijd om uit te zoeken, want je moet natuurlijk wel iets zoeken wat echt bij diegene past. Maar het is wel iets waar iemand heel lang mee kan doen. En deze kan je ook nog de bandjes van vervangen als je een keer de bandjes zat bent. Of je kunt juist een ander klokje doen en de bandjes houden. Ja, dit vind ik gewoon een heel mooi horloge. Maar ja, ook dat is natuurlijk weer smaakgebonden. En als laatste, als je weet wat iemands favoriete parfum is, kun je natuurlijk het iemands favoriete parfum geven. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een parfum kiezen. En dat vind ik ook altijd leuk. Dit is een parfum wat Sven ooit heeft uitgekozen. Dit is Lancôme La Vie Belle. En hij vond dit een super lekker geurtje. En toen dacht hij, nou, dit zou ook heel lekker bij jou ruiken. En dat is dus ook een heel leuk cadeautje. Als jij zelf voor iemand een parfum uitkiest wat je zelf heel lekker vindt ruiken. Je moet wel een beetje een gevoel hebben of diegene het ook. Daarom zeg ik, dat zou ik niet zo snel aan iemand geven die je wat minder goed kent. Want dat kan natuurlijk ook de plank volledig misslaan. Wat je ook nog kunt doen is een testertje vragen. En dan laat je dat gewoon mooi inpakken. En dan kan je het cadeau geven als diegene het echt lekker blijkt te vinden. Maar dit is mijn favoriete parfum van de laatste tijd. En heerlijk zoet en bloemig. En ik weet het al, ik kan heel slecht geuren beschrijven. Maar een parfum is ook zeker een aanrader. En dat is het. Volgens mij zijn dit voor vrouwen redelijk open deuren, denk ik, qua cadeaus. Als je nog andere dingen hebt waarvan je zegt, nou, dat zou ik echt super leuk vinden om cadeau te krijgen, laat ze even hier weten onder in de comments. Want het is altijd handige inspiratie voor mensen. Maar volgens mij zit er nu wel voor iedereen wat wils bij. Ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Er komt dus nog een buyer's guide aan voor vrouwen voor hun man. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf dan zeker even mijn kanaal in de gaten houden. Blondie Beauty Fashion. Kan ook zeker door je hier door op de bal te klippen met mijn gezicht erop. Dan abonneer je. En dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!